Vanuit Wageningen ging het vrijheidsvuur naar heel Nederland. Ook naar Beuningen. Hardlopers brachten het vuur naar het Van Asdonk terrein. En vervolgens was het tijd voor feest. Het festival Vrij Pop kon na 2 coronajaren eindelijk weer doorgaan. Geweldig. Iedereen heeft daar eigenlijk op gewacht, zeg maar. En in 2020 werd het een maand van tevoren werd het afgelast. En toen hadden we eigenlijk al heel veel kosten gemaakt. En we zijn nu bijna 3 jaar verder. En je merkt aan iedereen dat iedereen heeft er gewoon behoefte aan. En voor ons was het weer het programma wat we klaar hadden liggen, gewoon weer oppakken. Ja, er is 1 band, Tof Haan, die bestaat niet meer. Die heeft de corona niet overleefd. Maar al onze leveranciers, het geluid, het licht, die zijn er allemaal nog gelukkig. Bezoekers vieren uitbundig feest, al staat iedereen ook stil bij de oorlog in Oekraïne. Ja, ik zie ook mensen uit Oekraïne naast me staan, dus ja. Waanzin, hè? Waanzin. Dan sta je ook weer stil met zo'n dag. Dan is het zeker op zo'n dag, dat is gisteren al met 4 mei de herdenking. En dan gaat er wel wat door je heen. En dan besef je toch wel wat vrijheid, wat dat belangrijk is. Op de organisatie van het festival zelf heeft die oorlog niet veel invloed. Je kunt het eigenlijk heel moeilijk met elkaar verweven. Ze hebben er gisteren wel aandacht aan besteed hier bij de dodenherdenking. Er heeft iemand een speech gehouden uit Oekraïne die ook echt gevlucht is. Maar om dat hiermee te verweven is eigenlijk niet te doen. Wij vieren nog steeds de vrijheid, maar het besef is er wel des te meer. En dat merk je ook aan het publiek, hoe belangrijk onze vrijheid is.